Hallo, in deze korte film laat ik zien hoe je een opdracht post op Toledo, zodat je een item aanmaakt dat studenten kunnen insturen. Je zit gewoon in een bepaalde map, je klikt daarop evalueren en je klikt op maken opdracht. Je geeft daar een naam aan, dus in dit geval is dat bijvoorbeeld insturen, dat is ICT. En ik schrijf daar iets van. Stuur hier je ICT les in die je hebt gegeven. Indien je meerdere lessen hebt gegeven, kan je ook die insturen. Zodat we in dit geval gaan kiezen om niet één ding laten insturen, maar een aantal, onbeperkt aantal zaken. Dus hier kan je het aantal punten eventueel ingeven, omdat dat niet vaak nodig is. Zeggen dat je maar één poging kan toestaan, of een aantal pogingen. Alle studenten afzonderlijk, of groepen studenten, dat betekent of je nu bepaalde groepen taken laten insturen of niet. Ik klik verzenden en vanaf dan staat die opdracht beschikbaar, met name helemaal onderaan. Als studenten hierop klikken, kunnen ze dus hun lokaal bestand, eventueel nog een tekstje bijschrijven, maar bladeren naar een lokaal bestand en kunnen ze dat verzenden. Als ze als concept opslaan, dan gaan ze echt voorlopig opslaan. Ze moeten echt wel verzenden klikken. Veel plezier ermee.